Een zeer goede morgen. Het is echt veel te vroeg. Het is echt niet normaal. Je begint ook wat te voelen eigenlijk. Ik ga je vroeg slapen, je voelt het wel. Dus dat wel. Dat is wel een punt straks naar de kapper, maar de kuisser komt ook nog. Ondertussen staat het kind daar bij de konijnen. Niet open doen. Niet op de grond. De vuilpak doen. De aardappeltjes staan weer op om hem eten te geven en op de rond. Dus, en dan zijn vlees, dat is zijn vlees. Dat hij gaat eten en spinazie. Dus hij wordt weer koken. Meneer loopt hier met zijn aftrekker de hele tijd rond. En rond. En loopt hem dan. Dat is ook een beetje gevaarlijk, want hij weet dat hij er geen gevaar is. Dus hij loopt hier de tijd zo met zijn aftrekker. Het is bonken, 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 bonken. Constant, je ziet het ook. Dus ik denk, je moet uitkijken dat die er ook zit. Dit is gereed. Je gaat het eten. En ik ga het even in mond steken, zoals ik het altijd doe. Lekker aan. Lekker en gezond. Ik heb voor hem een worstenbroodje gemaakt en dat is hij nu aan het opeten. Is het lekker? Dat is het goed als het lekker is. Geniet ervan. Is het lekker? Ja, dan is het goed. We hebben niet zo heel veel gefilmd meer. Ik ben naar de kapper geweest, zoals je kunt zien. Mooi. Ik heb hem iets recht gezet. Het is wel knap eigenlijk. Dus de konijnen zijn in een kotje, die gaan straks naar de gang. Dus het was echt wel een leuke dag. We hebben een leuke dag gehad vandaag. Natuurlijk, het is de eerste keer denk dat hij worstelbroodje eet, ik weet dat niet. Maar hij zegt dan aan het kijken van, hoe moet ik dat hier gaan opeten? Maar dat maakt niet uit, hè. Je moet gewoon koek en de ding opeten. Dus ja, wel blij met mijn kapsel. Dus heel blij. Zo, het was wel een hele leuke dag. Hij is nu naar huis. Ik ben niet zo heel veel gefilmd, omdat de kuisvrouw er ook was. Dan film ik natuurlijk minder dan als de kuisvrouw er niet. Morgen ga ik mijn paspoort halen. Want ja, doordat die gestolen was, moest ik u niet meer aanvragen. Het heeft meer dan 3 weken geduurd. Dus ben ik wel blij dat ik nu mijn paspoort terug heb. Eindelijk. Dus we gaan eerst in bad om de wax even uit te halen uit mijn haar. Dus dat gaan we eventjes doen. Zo. Badje.
Zo, daar gaan we van genieten. Zo, voilà, we zitten weer te chillen in het bad. Nu is het wel tof. We gaan dus genieten nu, een beetje rust nemen. Dus, en dan zijn we nu ook aan het doen in het bad. Rust aan het nemen. Dus dat is wat cool eigenlijk, om gewoon te kunnen rusten. Maar het wordt al druk genoeg. Dus ik ga je proberen overal mee te nemen. Dat is niet altijd heel gemakkelijk om je overal mee te nemen. Dus, zo. Niet maar. Wat zeggen ze dan? Zo. Helemaal genieten. Zo, weer helemaal klaar voor live te gaan op TikTok. Ik kijk er helemaal uit om op live te gaan op TikTok. Ik heb mijn haar gewassen. Ik ben helemaal weer... Of ben ik prima. Ik ben wel klaar om live te gaan. Dat doe ik al heel vaak. Dus normaal zie je elke dag op TikTok live gaan. Dus zo. Helemaal klaar. Je bent daar. En dan zullen we iets beginnen.